Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Undo. Er staan hier drie varianten klaar. Er is telkens een moord, of ja, niet per se een moord, kan ook zelfmoord zijn natuurlijk. Of een ongeluk. Er is iemand dood. En wij proberen stelselmatig te achterhalen wat er juist gebeurd is. En we proberen ook deze fatale afloop te verhinderen door in het verleden op verschillende punten in te grijpen. Wij zijn een soort van alwetende entiteit en wij proberen die job zo goed mogelijk te doen. Het is een beetje een raar thema, maar laten we eens kijken naar de spelregels en op het einde van deze video zien jullie ook mijn review. Afhankelijk van welke versie van Undo je hebt, gaan de spelregels soms lichtjes gewijzigd zijn. Deze is de basisregels gewoon. Bij deze twee komt er toch nog een extra regeltje bij. Dus ik zal het spel uitleggen met behulp van deze. Bloed in het donker. Het spel zegt zelf al meteen dat je niet verder mag gaan dan dit. Stop. Deze kaarten zijn gesorteerd. Zowel de stapel met grote kaarten als de stapel met kleine kaarten mag je niet schudden. Draai de kaarten pas om als het wordt aangegeven. Oh, ik ga het toch doen. Ah, nee, stop. De laatste kaart van de stapel, draai de stapel om en ga daar verder met lezen. Dus als je exact doet wat er staat, is het eigenlijk geen probleem om het spel op te stellen. Nu, ik ga geen spoilers geven, maar ik ga toch even kijken naar wat er op die eerste kaart staat. Hier staat algemeen dat wat we zijn eigenlijk een soort van hogere identiteit die de architect van het lot wordt genoemd. En we kunnen naar... Er is iemand dood en we kunnen naar specifieke momenten in het verleden en in de toekomst van de overledene gaan. In de hoop dat wij zijn lot kunnen veranderen. Sowieso, de veranderingen die je gaat doen, worden pas toegepast van zodra het spel eindigt. Dus je gaat niet meteen een effect zien. Dit geeft aan wat je moet doen voor het spel op te stellen. En dat ga ik nu doen, zodat jullie het niet hoeven te lezen. Je gaat deze 5 uitlegkaarten apart nemen. Die ga je aan de kant leggen, dat zijn eigenlijk, die geven jou de instructies. Maar als je dit filmpje kijkt, ga je ze niet nodig hebben. Dan heb je 13 verhaalkaarten. Die ga je gewoon op volgorde leggen. Er staat overal op wanneer er iets gebeurd is, bijvoorbeeld 20 jaar geleden. En zo gaat dat tot aan de moord zelf, de doodsomstandigheden. En meestal is er eentje ook wel in de toekomst. En dan heb je de oplossingskaarten en nog wat reclame. Dus die kun je ook aan de kant leggen totdat het spel is afgelopen, maar daarna ga je die wel nodig hebben. Dan gaan we naar het kleine stapeltje kijken. Die bestaat uit 9 tijdskaarten. Dat zijn niet deze, dit zijn de levenslotkaarten met nummertjes tot 11. En telkens een A, B, C. Misschien afhankelijk van de versie die je hebt nog meer dan 3 opties. Dus dat zijn de levenslotkaarten, die gaan we even aan de kant leggen. En dan hebben we ook nog... de 13 aanwijzingskaarten. Maar dan hebben we nog deze 9 tijdskaarten. Die mag je aan 2 kanten bekijken. Dus niets bijzonder aan de andere kant. En hetzelfde met deze 4 vergrootglazen. Die kan je ook gewoon aan de andere kant bekijken. Dan gaan we opstellen. We leggen de 13 verhaalkaarten op een rij of op 2 rijen als de tafel daar meer voor geschikt is. Dus van nummer 1 tot 13. Nu, dit is al meteen verkeerd gedaan, want je moet rond iedere kaart voldoende ruimte laten om deze kleine kaartjes erboven en eronder te leggen. Dus ik ga even deze rij aan de kant gooien. Zo, dan gaan we gaan ons focussen op dit hier. Dus wat je met deze kaarten doet, doe je ook met de rest van de kaarten. Je gaat per kaart de 3 levenslotkaarten erboven leggen. Dus dit is van nummer 1. Zo, A, B, C. En dan ga je zien... dat er bij de laatste 2 gaan er geen levenslotkaarten beschikbaar zijn. Dat is logisch. Dan ga je de aanwijzingskaarten, die hebben ook nummertjes van 1 tot en met 12 of 13 zelfs. Dan moeten we beginnen met kaart 12 om te draaien, wat ik nu niet ga doen. En daar staat eigenlijk, de doodsomstandigheden staan erop. Je ziet hier ook wanneer en waar, dus het kan belangrijk zijn voor het oplossen van dit mysterie. Dan staat er ook dat je de aanwijzing van deze kaart mag lezen, in dit geval staat daar bar op. Dit gaat iets vertellen over het vetgedrukte woord dat hier in deze tekst staat. Dus er gaat iets over een bar staan en dan ga je hier wat uitleg krijgen over welke bar is dat of waarom zijn we in die bar. Dat weet je niet op voorhand. Speel je met meerdere spelers, dan mag nu de eerste speler beslissen waar je als eerste naartoe wilt gaan met behulp van een van deze tijdskaarten. Iedere keer dat je naar een nieuwe tijd wil gaan, ga je een tijdskaartje afleggen in de doos of je legt ze zo. Dan is het misschien ook duidelijk.
Dus je kan eigenlijk 9 keer gaan reizen in de tijd, wat wil zeggen dat je niet alle locaties gaat kunnen bezoeken. Je kan een vergrootglas afleggen, weer in de doos gooien of naar de achterkant leggen. Dus kan je 4 keer een van die tips bekijken. Bij deze is het gratis. Je kan dat in de toekomst ook doen voor kaarten die je reeds hebt bezocht. Dat hoeft niet de meest recente te zijn. Iedere kaart gaat jou een keuze geven waarbij je tussen opties gaat moeten kiezen. En dan ga je een van deze 3 kaartjes selecteren. De andere 2 mag je dan niet meer zien. Je leest meteen wat het resultaat is. Ik ga nu gewoon eentje omdraaien. Alhoewel, ik ga niet laten zien welke van de 3 ik omdraai. Maar dan krijg je een aantal plus- of minpunten. De bedoeling is dat we de dood kunnen afwenden door de juiste keuzes te maken in het verleden. En dat hoeven niet per se altijd de beste keuzes te zijn voor het personage zelf. Maar het moet de grootste impact hebben waardoor die niet gaat sterven eigenlijk. En zelfs keuzes die gemaakt zijn 14 of 20 jaar geleden, die gaan nog een impact kunnen hebben. Maar misschien niet zo groot als keuzes die vlak daarvoor zijn gebeurd. Natuurlijk, in de toekomst ga je geen keuze hebben. Het enige wat je van deze kaart kan krijgen is extra informatie, zowel de foto als de verhaalkaart. Of je daarvoor een van je tijdskaarten wil spenderen, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel informatie je nog nodig hebt om alles aan elkaar te knopen. Heb je eenmaal je 9 tijdskaarten opgebruikt, dan ga je naar dit kaartje, het einde van het verhaal. Maar nu gaat alles in werking treden. Alle veranderingen die we hebben toegepast, dus het kan zijn bijvoorbeeld dat we 17 jaar geleden er hebben voor gezorgd dat hij een andere job heeft gekozen dan wat hij nu doet, bijvoorbeeld, laat ons zeggen. Wel, in al die andere kaartjes die er tussenin zitten, doet hij nog altijd de job die hij voordien deed. Dat is vrij logisch. En nu gaan alle veranderingen die we hebben gedaan gelijktijdig van kracht gaan. Dus we gaan nu pas onze punten bij elkaar tellen. Dan krijgen we de mogelijkheid om te lezen hoe het oorspronkelijke verhaal ging. En natuurlijk krijgen we ook een waardering van ons resultaat. Dus we proberen eigenlijk minstens 6 punten te halen, want dan hebben we de dood kunnen voorkomen. Ik moet zeggen, dat is me nog niet al te vaak gelukt eigenlijk. Ik had iets gezegd van extra regeltjes. Wil je dat nog niet weten, dan zou ik nu zeggen spoiler alert. Ik ga iets vertellen over de extra regel in verboden kennis. Met name, want het is een zeer verwarrende regel, daarom dat ik het graag wil uitleggen. Op bepaalde van de levenslotkaarten die we kiezen, op deze dus, gaat het woord krankzinnigheid staan. Voor iedere keer dat we een krankzinnigheidkaart trekken, en dat zijn er maximaal 3, moeten we een bepaald symbool kiezen. Er zijn 3 verschillende symbolen, zo bijvoorbeeld. En zodra het spel eindigt, verdubbelen de minpunten voor antwoorden met de gekozen symbolen. Dus enkel de minpunten. Voor iedere kaart die we zo hebben, gaan de minpunten dubbel zoveel tellen. En natuurlijk moet je telkens een verschillend symbool kiezen, dus je mag niet 2 keer de spin kiezen. Maar zo ga je dus potentieel meer minpunten krijgen. En bij deze versie ga je ook een klein regeltje hebben dat aangepast is. Bij het omdraaien van de levenslotkaarten kan het zijn dat er een bloeddruppel op staat. Als je iets gevaarlijk hebt gedaan, is een avontuurlijke missie, dus je kan wondes oplopen. Heb je 3 wondes, dan heb je sowieso het spel verloren. Dus dat zijn de aangepaste regeltjes voor deze versies. En waarschijnlijk zijn er bij andere versies ook kleine aanpassingen in de regels. Maar voor zover ik weet, moet je daarvoor de inleidingskaarten zelfs niet lezen. Dus die kan je met deze video overslaan. Zo, nu weten jullie hoe het werkt. Maar wat vind ik van dit spelletje? Laat ik eerst dat volgens de VET-score doen, heel algemeen, zo objectief mogelijk. Ik zeg er ook al meteen bij, ik heb 2 van deze 3 spellen gekregen van White Goblin Games. Dus hou daar eventueel rekening mee als je denkt dat mijn mening zou beïnvloeden. Wat de vormgeving betreft is het vrij eenvoudig, het zijn allemaal kaartjes. En het ziet er eigenlijk meestal vrij sober uit, er is niet veel artwork op te zien. Maar wat er wel te zien is, vind ik geslaagd. Nu, ik zou persoonlijk opteren om misschien er net wat minder kaartjes in te steken. Want in het begin, als je de spelregels, het zijn niet echt spelregels, maar als je dat gaat doorlopen, de stappen die je moet doen om het spel voor te bereiden, dan bots je nogal snel op een heel aantal termen voor verschillende soorten kaartjes. En het zou gewoon gemakkelijker zijn als er een aantal kaartjes werden vervangen door fiches. Je kan de vergrootglazen en de tijdreismomenten, ik weet zelfs niet meer hoe ze het juist, die kan je eigenlijk omzetten naar fiches. Dan is er toch al minder verwarring in het begin. En wat ook zou helpen in plaats van die spelregels op verschillende kaartjes te zetten, die je uiteindelijk toch allemaal gaat moeten lezen, en ergens een foto van hoe de opstelling er ongeveer moet uitzien. Een afbeelding zegt soms meer dan 1000 woorden en daarvoor had ik dan ook gekozen bij dit spelletje.
Bij de vormgeving ga ik het dan ook even hebben over het thema. Ja, het is een moordzaak, maar niet de klassieke moordzaak, want je bent niet een soort van Sherlock Holmes. Je bent een, ja, een entiteit, een opperwezen die keuzes kan maken, invloed heeft over iedereen in het verleden, het heden en de toekomst. Om een of andere reden is jouw doel dan om deze persoon te verhinderen dat hij gaat sterven. Waarom? Dat weten we niet. Initieel, wanneer ik deze doos zag, dacht ik dat het meer zou draaien rond een puzzel, een moordmysterie misschien. Maar het hoofdcomponent is eigenlijk het verhaal. En je probeert stilletjes, beetje bij beetje, dat verhaal te ontrafelen. Dus het is meer een spel voor nieuwsgierige neuzen. En ja, oké, je gaat wel invloed uitoefenen door keuzes te maken. Maar het is niet zo van wie heeft het gedaan, met welke moordwapen. En daardoor neemt het wel een unieke plaats in het spellenlandschap. Maar uniek, dat wil niet per se zeggen dat het goed is voor iedereen. Dat is een beetje quirky, dat is een beetje anders dan al de rest. Sommigen zullen ervan houden en sommigen niet. Maar hoe zit het met geluk en tactiek? Er zitten zeker tactische keuzes in. Ook als je met de twee spelletjes gaat spelen waar nog extra spelregels zijn, dan moet je daar ook weer rekening mee houden. Maar bij het kiezen van de volgorde van de kaarten, hoe je gaat reizen in de tijd, ik vind dat dat grotendeels als geluk aanvoelt. Het kan super belangrijk zijn dat je bepaalde informatie vroeg krijgt in het spel. De puzzel kan pas maar in elkaar vallen, want zodra je voldoende weet, en dan kan je ook betere keuzes maken. Ik ga een aantal antwoorden van de verhaalkaarten zeggen, maar die zijn door elkaar, kan van eender welk van de drie doosjes komen. En ik zeg ook niet welke de juiste is, maar gewoon om een idee te geven hoe miniem soms de keuzes lijken en dat je denkt dat heeft totaal geen impact op de dood van iemand. Je kan ervoor zorgen dat de favoriete oma van de tiener belt. Oké. Okay. Je kan ervoor zorgen dat iemand een tattoo laat zetten. Je kan ervoor zorgen dat iemand met een teddybeer naar de bar gaat. Je kan ervoor zorgen dat een gordeldier ineens de ruimte binnenwandelt. Er is zelfs een moment dat je een keuze kan maken die zich 50 miljoen jaar geleden afspeelt. 50 miljoen jaar geleden. Nu, het goede nieuws is, na afloop van het spel krijg je ook een overzicht van wat waren nu de belangrijkste keuzes. Dus je kan alles nog gaan nalezen, maar je krijgt echt wel een beknopt overzicht. En dat vind ik wel ook weer sterk gedaan. Wat betreft de toegankelijkheid, ik vind dat het in dit spel eigenlijk niet zo moeilijk is om het grootste deel van het verhaal wel te kunnen in elkaar puzzelen. Je zal hier en daar wel iets gemist hebben dat je nog niet wist, maar je gaat wel een globaal idee krijgen. Wat wel moeilijker is, is om op basis van flarden die je leest, om daar keuzes te maken die goed zijn. En dat wordt misschien makkelijker naarmate het spel vordert, maar dat hangt puur van de volgorde af van de kaarten dat je ze gaat lezen. Je bent misschien geneigd om ze chronologisch te lezen, maar dat is niet altijd een voordeel. Dat weet je niet op voorhand. Qua aantal spelers vind ik het solo wel een goede ervaring, maar met twee of misschien met drie in een intieme groep vind ik het nog net iets beter. Want je hebt dat puzzelelement, maar je hebt dan ook de discussie. Het is voer voor gesprekstof. Als je maar alleen speelt, dan valt dat component weg. En dat is toch een deel van het plezier. En dan is ook nog natuurlijk de vraag, welke moet je eerst kopen? Wat mij betreft Bloed in het Donker, omdat er geen extra regeltjes bij zijn. Dan kan je een beetje familiair worden met hoe dit werkt. En wat ik de beste vind, is waarschijnlijk, maar ze liggen dicht bij elkaar en Op zoek naar de schat. Vooral omdat deze me veel minder aanspreekt qua thema. Het is een beetje Arkham Horror-achtig. En om op mijn persoonlijke mening dan te eindigen, ik vind het een heel leuk spel om te spelen, maar ik had er initieel ook wel wat moeite mee. De eerste keer dat ik het speelde, was het een beetje raar. Het is anders dan anders en je moet een beetje wennen aan het idee, wat is nu de bedoeling dat ik hier ga doen? En dat is niet per se altijd de beste keuzes nemen voor je personage. Je wilt gewoon de dood voorkomen. Als hij daardoor aan de drugs geraakt bijvoorbeeld, dat verzin ik nu, maar dan is dat misschien oké. Okay. Misschien gaat hij dan niet dood aan de situatie waarin hij gestorven is. Misschien wel aan iets anders, maar ja, je wil gewoon dat het lot wordt vermeden, dat het wordt omgedraaid. En dan heb je een goede taak gedaan. Ik vind het leuk omdat het verhaalaspect de overhand neemt, ook omdat je wat kan discussiëren met je medespelers. Ik vind het zelfs solo interessant om erover na te denken, maar dat ben ik dan weer. Ik zou het niet per se aanraden als solospel. Ik zou alleszins met plezier nog andere versies hiervan spelen, maar ik weet ook al op voorhand, het gaat niet voor iedereen zijn. Je moet een beetje van het verhaal houden en minder op zoek zijn naar een puzzel, een mysterie dat je wilt oplossen. Dat zit er niet echt in. Het is meer, hoe valt dit verhaal in elkaar? Moesten jullie nog vragen hebben over een van deze versies, of in het algemeen, stel ze gerust in de commentaren. Ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.